Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik dacht, gaan eventjes een video opnemen over iets waar ik de laatste dagen eigenlijk met verschillende klanten en vrienden eigenlijk over bezig ben. En waaronder ook onder mijn tweelingvlam natuurlijk. En het gaat over het stuk waarin dat vooral als Divine Feminine heel vaak niet weet wat er gaande is bij jouw Divine Masculine. En door het feit dat de communicatie tussen mij en mijn twin gelukkig al veel beter is dan 4 jaar geleden, zijn we ook in staat om nu terug te kijken en te spreken en eerlijk ook te delen hoe dat we in het begin dat we elkaar leren kennen, op een fysieke manier bedoel ik dan, dus ik wil zeggen niet in de 5D, maar dus in de 3D, hoe dat bepaalde situatie door beiden ervaren wordt. Zoals bijvoorbeeld ging het ook over het moment waarom dat mijn tweelingvlam mij geblokkeerd had. Goed wetende op dat moment wie dat ik was voor hem. En op dat moment wist ik ook wie dat hij was voor mij. Alleen, ja, zat er nog heel veel karma en ballast en, laat ons zeggen, wonden en toxische energie tussen ons. Waardoor dat we inderdaad niet in staat waren om harmonieus in die connectie te kunnen blijven. Dus harmonieus in de verbinding konden blijven. En tot op de dag van vandaag is in dat de momenten waarop dat we voelen dat we van elkaar, ik kan niet zeggen van elkaar wegdrijven, maar waar dat als lijkt of voelt dat de ene verder af is dan de ander. Terwijl dat we eigenlijk al bij nog steeds even hard aanwezig zijn in de connectie. Nog steeds elke dag communiceren. Maar er verandert iets, er is iets anders in energie. En dat zijn vaak de momenten waarop dat we doorheen schaduwen gaan. Schaduwen van mij, schaduwen van hem, stukken we dat bij allebei aanwezig zijn, het hangt er wat vanaf. En waarom deel ik dat nu? Omdat ik ook merk, wat ik helemaal in het begin er totaal geen idee van had. Hè. Er waren ook heel veel mensen, weinig mensen bedoel ik, die echt over tweelingvlammen spreken. Er zijn heel veel dingen over tweelingzielen. Maar tweelingvlammen zijn niet hetzelfde. En als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ook. Maar het belangrijkste om te weten is dat wat dat jij als Divine Feminine of Divine Masculine, maakt niet uit, ervaart en in een scheiding is dat eigenlijk jouw wederhelft, je spiegelziel, het net op dezelfde manier ervaart. Maar dan tegen haar of zijn eigen demonen en schaduwen aan het vechten is. En dus heel vaak, en ik heb dat alles, ben 100% zeker dat ik het alles vermeld heb in andere video's over tweelingvlammen. Het is in die momenten waarop je altijd de keuze hebt. En dat is de grootste les dat we te leren hebben als tweelingvlammen. Waarom? Omdat we het ook uiteindelijk moeten doorgeven en leren door het zelf voor te leven aan anderen. Is dat je altijd de keuze hebt. Je hebt altijd de keuze om je leven vorm te gaan geven vanuit angsten, vanuit worst case scenarios, vanuit het ergste, slechtste geval. Of je kan je leven gaan vormgeven vanuit liefde. En dat is hetgeen dat je doorheen het proces, de reis van als tweelingvlam, zie ik als je ziel daarvoor gekozen heeft, is het doel, het eerste doel is ontwaken. Is een versneld proces naar ontwaken. En ja, versneld is ook weer relatief, want bij de ene duurt dat 2 jaar, andere nog iets langer. Maar het gaat om altijd een stukje dieper in jezelf te komen en veel meer je authentieke waarden naar buiten te laten komen. En wanneer dat dan uiteindelijk daar die eenheid in jezelf gecreëerd, dat je weet en hoe dat betekent in de 3D, om vanuit een eenheid, vanuit de hogere energie in het leven te staan, dan kan je dat ook gaan toepassen in je connectie. Dan kan je ook die heilige relatie gaan vormgeven. Want er zijn heel veel mensen dat ik zie die zeggen dat ze een heilige relatie hebben, maar die zelf nog niet in die eenheid zitten. Dus dan kan je ook niet vanuit eenheid in jezelf en eenheid in de andere, wat ik vaak noem als eenheid in individualiteit. Dus je blijft twee unieke energieën, unieke personen, maar je deelt wel een core frequency, een kernfrequentie die identiek is. En dus dat is hetgeen wat je leert in tweelingvlamconnecties, die eenheid, dat energie veel krachtiger is dan alles wat je in de 3D ziet. Dat het niet gaat over de woorden die gesproken worden, maar over de energie die meegestuurd wordt. En dat is ook vaak, dat is ook het punt waarop dat heel veel tweelingen, zoals de Divine Masculine als de Divine Feminine, gaan twijfelen. Omdat er is het ene stuk, de 3D, die gezegd wordt. Bijvoorbeeld toen
Het moment dat mijn twin mij geblokt had, was van, je gaat mij nooit meer horen. En ik was heel kwaad. Maar waarom? Omdat ik hem getriggerd had in een aantal wonden die hij mocht aankijken. En het aankijken op dat moment was lastiger of meer uitdagender dan mij te blokkeren. Ook al zegt hij, of zei hij nadien, dat voor hem een hele moeilijke keuze was. Natuurlijk, want het is het stuk tussen kiezen voor je wonden en kiezen voor liefde. Het is kiezen tussen angst of kiezen tussen liefde. En dat ga je zeker in je eigen connectie ook al ervaren hebben. Zowel in jezelf als bij je tweelingvlam. Het moeilijkste is om, zeker als divine feminine, maar ook als divine masculine, om altijd maar meer in die overgave te gaan. En altijd maar meer het willen verklaren en dingen willen weten hoe dat in elkaar zit en wat dat er echt gebeurd is. Om dat los te laten en om die inzichten, één, tot jou te laten komen. Twee, je divine masculine of je divine feminine, hangt er vanaf, dat schommelt ook. De ruimte te geven om door hun eigen stukken te werken, door hun eigen schaduw te werken. En als tweeling vlam is het niet jouw taak, en ik herhaal, is het niet jouw taak om je partner te healen. Zeker niet in tegendeel. Wanneer je dat gaat gaan proberen, dan vertrouw je niet dat je partner in staat is om het op zijn of haar manier te doen. En het moment dat ik dat inzicht had voor mezelf, mijn eigen connectie was eigenlijk ook een ommekeer. Omdat ik hem niet meer wou gaan uitleggen. Ik wou hem niet meer de weg tonen. Ik wou hem niet meer gaan controleren. Omdat het sneller zou gaan. Net dat loslaten. En er zo vaak als mogelijk zijn. Rekening houden met je eigen grenzen natuurlijk. En rekening houden met wat je wel al kan en wat dat nog niet kan. Om die ruimte te houden en alles te zien in een, door de ogen van onvoorwaardelijke liefde. En dat is hetgeen dat wij als tweelingvlammen de grootste missie extra hebben om het ook te gaan vertalen en te gaan tonen aan andere mensen, andere zielen die geen tweelingvlam zijn. Maar zodanig dat zij dat op hun manier kunnen gaan vormgeven met een soulmate, een high soulmate. En wat bedoelen we met een high soulmate? Een high soulmate is ook iemand die ontwaakt is. Is ook iemand die eenheid in zichzelf teweeggebracht heeft. En die samen met jou verder wilt groeien. En dat zijn de belangrijkste dingen. En ook de belangrijkste tekenen eigenlijk. Wanneer je wil weten of iemand jouw soulmate is of jouw tweelingvlam. Tweelingvlammen die gaan jou veel dieper raken dan gelijk welke soulmate ook maar kan. Zo is mijn tweelingvlam de enige die mijn diepste schaduwen heeft aangeraakt, getoond en tegelijkertijd ook heel veel patronen heeft getoond waar we allebei in zaten. Bijvoorbeeld elkaar wegduwen wanneer we het gevoel hadden dat we veel te diep gezien werden, dat er door ons heen gekeken wordt. Maar wanneer je dan uiteindelijk langs de andere kant die hele mooie, magische, energetische verbinding, die onvoorwaardelijke liefde ervaart en de kracht ervan ziet, de telepathische connectie en communicatie ontdekt, dan besef je ook dat met die hele hoge hoogtes ook hele diepe laagtes komen. Maar dat die dieptes, die schaduwen er ook zijn om uit te zuiveren, om los te laten, om te transformeren, zodanig dat we nog meer een zuiver kanaal van onvoorwaardelijke liefde kunnen worden en zijn. En dat is ook de grootste reden waarom dat tweelingvlammen niet in één keer, in één maand of wat dan ook samenkomen, maar die geleidelijke app en flow zou ik zelfs noemen, die geleidelijk samenkomen, touch and go. En dan weer touch and go. En dus de momenten dat je samen blijft worden altijd maar langer en langer en langer. Waarom? Omdat één, je fysieke lichaam er gewoon veel beter mee overweg kan. Je mag niet vergeten wat er energetisch gebeurt wanneer je samen verbindt. Of door communicatie, door het horen van de stem. En de stem is iets superkrachtigs. Dat er zodanig veel dingen gebeuren in jouw lichtlichaam. En je fysieke lichaam komt altijd een stukje later. Dus het is belangrijk dat je daar ook jezelf de tijd in geeft en je tweeling de tijd in geeft en daar loskomt van het frame, de structuur van tijd. Want voor je ziel is er geen tijd. Alles is nu, alles gebeurt nu. En dat is geen, we dat in de channeling van de Arthurische familie, als ik het zo mag noemen, ook gezegd was. Tijd is een illusie. Alles is nu en het maakt niet uit of dat jij nu, zoals dat ik hier nu in mijn dag ben, hè, en jij bent misschien nu in je nacht, terwijl ik dit hier opneem, maar tegelijkertijd zitten we in dezelfde nu. Alleen is de realiteit, de uiterlijke omstandigheden zijn anders, maar het is wel één nu. En dat is hetgeen dat je ook moet begrijpen en dat is ook een van de redenen waarom dat mijn tweelingvlam
En ik zelf als ziel ervoor gekozen heb om ook met die lange afstand geconfronteerd te worden. Omdat we daardoor nog meer verplicht werden om op het te vertrouwen op hetgeen wat we voelden. Om te vertrouwen op de energetische connectie, op het emotionele, op de mentale verbinding. Want de fysieke verbinding op dat moment, ja, is er niet. Omwille van het feit dat er gewoon een oceaan tussen ons heen zit. En daar zijn we tegelijkertijd ook dankbaar voor. Het heeft al heel veel problemen en moeilijkheden met zich meegebracht. Vooral rond afhankelijkheid, rond gemis, rond al die wonden dat iedereen kent en tegenaan loopt. Maar dat geeft ons ook verplicht om na te denken van, ja, wat is eigenlijk een relatie? Wat is een connectie? Wat betekent om een tweelingvlamconnectie te ervaren en te delen? Wat betekent om een tweelingvlam te zijn? Wat betekent het om voor jezelf te zorgen? Op elk vlak. Wat betekent om in je mannelijke energie te stappen als vrouw? Om in je vrouwelijke energie te stappen als man? En mijn tweelingvlam werd dan ook in de financiële wereld, waarin dat die mannelijke energie en dat presteren en cijfers en dat logische nog veel belangrijker is. Dus dat, al die omstandigheden hebben wij bewust als ziel gekozen vooraleer dat we hier geïncarneerd waren. Maar dat maakt het er niet gemakkelijker op. Maar we weten allebei, we zijn allebei ook bewust van het feit dat al de dingen, al de omstandigheden die in ons leven komen, ook andere mensen die op ons pad komen, dat die er ook allemaal zijn voor een reden. Dat die er allemaal zijn om dingen op een andere manier te gaan bekijken. Om onze communicatie open te trekken. Om ons hart open te houden. Ook al weten we wanneer we dingen delen, dat dat de ander gaat kwetsen. Of dat we door dingen te delen, of anders gezegd, door ons hart open te houden en ons tweeling deelt iets, dat we hard kunnen gekwetst worden. Maar tegelijkertijd helpt dat ook om meer te vertrouwen dat wanneer je ook dat meer doet en meer opent en open blijft, dat er ook alleen maar die dingen gaan gebeuren die voor jou hoogste goed zijn. Dus ook de momenten waarin je gekwetst wordt, want het is niet jouw twin die jou kwetst. Het zijn de stukken die je nog in jou hebt, schaduwen, overtuigingen, wonden van vroeger, van vorige levens, van voorouderlijke stukken, die ervoor zorgen dat je nog niet volledig jouw energie kan laten neerdalen in je fysieke lichaam, in je realiteit, om te laten doorstralen in dit leven nu. En om een voorbeeld te zijn van wat dat betekent om vanuit een hogere energie, met een volledig ontwaakt bewustzijn, met het ontwaken van al jouw gaven en talenten, om op die manier aanwezig te zijn hier op aarde. En dat is een van de belangrijkste, zo niet misschien wel de belangrijkste missie van tweeling vlammen. Ik heb het niet over tweelingzielen, tweelingvlammen. Dus dat wil ik alvast wat meegeven. Let op, probeer zo bewust mogelijk om te gaan met de dingen die op je pad komen. Neem niet altijd onmiddellijk beslissingen. En zoals ik altijd zeg, als je nou je tweelingvlam niet kan antwoorden vanuit liefde en licht, probeer het dan zo vaak mogelijk wat te vertragen. In die zin van ga naar binnen, ga gaan kijken wat wordt er mij getoond. Wat is hetgeen dat mij nu pijn doet? Welke wonde zit er te sluimeren als een etterende wonde waar ik de pijl nog mag uithalen? Dus ik hoop dat je alvast hier iets aan hebt. Heb je vragen? Wil je met mij samenwerken in het kader van je tweelingvlam connectie? Alsjeblieft, neem contact met mij op. Ik wil je heel graag leren werken hoe je eigen energie kan gaan transformeren. Wat je sowieso ook dan stukken bij je tweelingvlam kan gaan transformeren. Transformeren en hoe je dan ook een voorbeeld kan zijn voor anderen. Dus als je dat wenst, of je bent lichtwerker, maar je zo niet met tweelingvlammen, dan mag je natuurlijk ook met mij samenwerken. Omdat de bedoeling is dat we de kennis van het universele vlam zo vaak als mogelijk gaan transformeren. Transformeren en gaan delen, dat was het. ik wil zodanig veel zeggen dat het gewoon weer chaos in mijn hoofd is. Ja, dat is ook iets waar dat tweelingvlammen heel vaak tegenaan lopen. Zeker wanneer dat blijkt dat de dingen die je voelt niet in overeenstemming zijn met de dingen die je ziet. Maar ook daar, laat je niet gek maken en laat je niet... Laat jouw gedachten en vooral je wonden geen loopje met je nemen. Dus neem bewust controle over je eigen emoties. Leer je emoties gaan begrijpen. Leer de signalen van je lichaam begrijpen. Leer jezelf kennen. Want je eigen essentie is de sleutel tot de connectie met je tweelingvlam. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je een fantastisch weekend en tot volgende week.